dan de Fiat 500 Comics Edition. Eigenlijk overdrijven de Italianen, want het is niet echt een Comics Edition, maar er zit gewoon een wrap op. Maar wat wel heel cool is, toerenteller en kilometerteller zijn ook in Comic Sans. Hoe cool is dat? Kidding! Hi, de nieuwe Prius. Kennen jullie hem nog van vroeger? Echt een mooie lelijke ding. Ja, allemaal elektrisch. Ja, hybride model. Nou, ze hebben nu eindelijk een nieuwe. En kijk maar eens, ik vind hem echt nog niet eens tegen. Hier heb je de nieuwe Mini Clubman. Het vroegere bakkerswagentje is dit. Nou, van vroeger is er eigenlijk niets meer van te zien. Want het is enorm hoog geworden. Maar de beide deurtjes zijn er wel gebleven. En je doet ze als volgt open. Daar hebben we hem, we zitten erin. Dit is natuurlijk de Kick-Ass versie. 510 pk. Ja. En hij gaat waarschijnlijk 108.000 euro kosten in Nederland. In Duitsland 72. Natuurlijk. Natuurlijk. Wat vind jij in je vrije tijd leuk om te doen? Welke dieren hou jij? Of welke kledingstukken draag je graag? Nou, we hebben ze een configurator gemaakt met allerlei vragen waarin ze hun persoonlijkheid leren kennen. En die ga ik nu doen. Een mooie start. Nu wordt een auto voor me uitgevoerd. Tadaa! De GLD Coupé.